In aflevering 18 van Super Mario Bros. Wonder komen we in de wereld van Bowser. We vechten tegen hele bijzondere Bullet Bills. Maar het draait allemaal om het eindconcert wat Bowser heeft voorbereid. Dus ga er lekker voor zitten. Veel plezier. Daar gaan we dan, richting Bowser. We zijn een beetje aan het einde van de serie. Dus terwijl ik dit opstart, mag jij je duimpje omhoog doen. En abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En laat even in de comments weten hoe vet je deze serie vond. Welk cijfer geef je deze serie? Laat het weten in de reacties. Prins Florian zegt het bloemenkasteel. Bowser heeft het nog veel meer vervormd dan ik dacht. Ik herken het nauwelijks nog terug. Zo, dit is vet. Bowser is gewoon het kasteel geworden. Hij zegt, kijk eens wie we daar hebben. Jullie kijken er vast ontzettend uit om het gigawonder te zien waar ik aan werk. Maar dat vraagt nog even om geduld. Perfectie kost nu eenmaal tijd. We krijgen alvast wel een voorproefje van de show Missile Marks. Het podium is van jullie. Laat deze podkijkers maar eens zien hoe gevaarlijk het hier kan zijn. Oké, okay, hij heeft weer allerlei dingen voorbereid zo te zien. Daar is de tijd voor de eerste show. Prins Florian denkt dat dit het gevaarlijkste wordt wat we tot nu toe hebben gedaan. Maar we moeten wel. Wat Bowser op ons afstuurt, we kunnen het hebben. We gaan hem dwingen om te stoppen. Missile Marks met een missie. Oh, ik heb zoveel zin om deze game uit te spelen. Altijd leuk als er weer een YouTube-serie op zijn einde loopt. Daar zijn de Missile Marks. En die gaan inderdaad wel hard. Kan ik die vangen met een bel? Die kan ik ook gewoon niet vangen met een bel. Ik kan wel bovenop ze staan. Dat is wel geinig. Dus ik kan gewoon bovenop hem springen. En dan kunnen we deze pakken. Kijk, en dan hebben we hier de eerste 10 munten alweer te pakken. En dan kunnen we rustig hier bovenop. Vet, 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 vet. Ja hoor, Missile Marks. Gaat goed. Gaat het met jullie goed? Met mij gaat het lekker. Ik weet niet wat dat voor poppetje is, maar we maken hem gewoon kapot. Ik ga even bukken. En dan gaan we hier bovenop. Zo. Kunnen we even al deze muntjes pakken? Kan, hoeft niet per se. Maar weet je, omdat het kan, doen we het gewoon. Wat doen die guys? Wat doen deze? Wat gebeurt er als ik op hun spring? Kan ik ze gewoon beetpakken en zo? Oké, nou ja, kan ik hierin? Hier kan ik zeker in. En dan zijn we alweer bij een checkpoint gekomen. Ik weet niet of we nu daadwerkelijk ook echt alles hebben gepakt. Ik kan gewoon zo omhoog, omhoog, omhoog. En dan hier bovenop deze pakken. Ik had die wolk ook al kunnen pakken. Daar kunnen we dan ook opspringen. Even wachten, even wachten. Dan gaan we gewoon rustig zo naar beneden met deze Missile Marks. Ja, dan moet ik weer de 10 munten pakken. Cool. Dan pak ik nu weer even de bovenste, denk ik. Lachen, lachen. Hier is de wonderbloem. Ja hoor. Oké, dus nu gaan we met de Missile Marks naar boven. Dit voelt als een kermisattractie, jongens. Echt, oprecht. Ze gaan ook kapot of zo? Niet helemaal, maar ze gaan wel een beetje kapot. Ik ga proberen om al deze bloemen even te pakken. Ik weet niet of er dan wat gebeurt als we ze namelijk allemaal pakken. Oké, we zijn er. Dankjewel, Missile Marks. Top. Kijk al dat vuurwerk. We gaan met het Bowserkasteel op de achtergrond. Er worden nog allemaal Missile Marks op me afgeschoten. Maar die hebben niks op mij. Ja, dit gaat top. Dit gaat toch ook. Nou denk ik weer naar boven hier. Komen er nog meer of... Oké, er komen er nog meer. 1, 2, 3 en 4. En dan komen er hierboven ook nog een paar. Zo, dan pakken we deze. Oh, ze gaan ook nu naar boven met z'n allen. Top. Gaan we ook rustig hier weer naar boven. Ja hoor. Rustig hier naar boven. Zeker wel. En daar is de wonderzaadbloemding. Hoppakee. Moeten we hier nog 1 teammuntje pakken? En als we die vinden, hebben we alles gevonden in dit level. Tenminste, ja. Oh, maar ik heb 1 gemist. Ik heb 1 gemist. Dan moet ik daar nog even naar op zoek straks. In ieder geval wel de vlaggenmast. Nu we dit level hebben uitgespeeld, begint Bowser nog harder te schreeuwen. Hebben jullie genoten van de gastvrijheid van mijn leger? Dit is nog maar het begin. Hier komt het volgende optreden. Handen op elkaar voor Heisa onder hoogspanning. Maar eerst even die tweede teammunt vinden. Misschien is die dan hier ergens. Misschien moet ik hier door. Ja, kijk, ik moet hier door voordat ik in die buis ga. Daar is die. Dit was wel suf. Dit was totaal onnodig. Oké, dus we gaan hier naar boven. Heisa onder hoogspanning. Wat gebeurt hier precies? Zij kunnen dus op elkaar gaan staan. Oké, het is hier een hoop stroom. Dit is wel een uitdagend leveltje, denk ik. We moeten even heel goed kijken hoe deze Pikachu zijn werk aan het doen is. Want er gaat hier een hoop fout. Ik zie dat daar een teammuntje is. Die is hier beneden. Oké, die gaan we pakken. Een beetje zo springen. Oh, we konden ook gewoon daarboven springen. Ik zie niks, jongens. Ik zie toch helemaal niks zo. Oh, hierboven is ook een blok. Daar kan ik nu niet meer bij komen, ben ik bang. Tenzij ik hun allemaal meeneem.
Maar ja, dat gaat alweer niet meer. Oh, daarboven is ook een teammuntje. Oh, ja. Oké. Okay. Kan dit zo? Kan dit zo? Ja, dit kan zo. Lekker. Ik dacht dat ik die blokken daar ook voor nodig zou hebben. Maar dat valt reuze mee. Dat valt mee. Dat hoeft niet. Dan gaan we nu hier naar beneden. Doei! Pittig leveltje wel. Oké, okay, ik ga hier maar even in. Gewoon even kijken. Ik zie toch helemaal niks, jongens, nu. Oh, we zien wel het einde. Ik denk dat we deze nog een keer moeten doen, want ik heb van alles gemist. ja, Bowser, ik heb je level uitgespeeld, hoor. Maar nee, ik hoef nog geen pauze. Er zitten geen pauzes in mijn show. Nou, dat is mooi, Bowser. De volgende artiesten zijn de Seeker Bullet Bills. Oh, daar heb ik zin in. Dat wordt vet. Dat wordt een mooi leveltje, hoor. Maar hij is al onder hoogspanning. Dan moet ik de helft nog vinden. Hier, ik moet nog één wonderzaadje en één teammunt. Dan hier naar boven. Rustig aan. Oppassen voor de Elektra. En hier hadden we hier dus weer een... Oh, jongens. Hoppakee. Daar is de teammunt. Oh, en hier is de Powerflower. De Superflower. Oké, okay, nu word ik... ik word Mario Chew, let's go, rennen! Pak ze allemaal! Hoppakee, olifant voor mij! ik ben Mario Chew. Wat goud, let's go Mario. We hebben het wel zwaar. Het is wel moeilijk met springen, het lukt allemaal maar net. Kijk, waar gaan we nu naartoe? Hier? Kan ik hier naartoe? Kijk, nu ben ik weer elektrisch geladen, ik geef licht. Lachen dit zeg. Hop, en door. Super vet level weer. Oké, okay, maar nu dus door naar de Bullet Bills. Kijk, daar komen ze denk ik al. Nummertje 1. Ja, die zoeken mij gewoon op, hè. Dat zijn echt Henkies, jongen. Oh, huh? Wat gebeurt er? Hoe werkt dit? Oké. Okay. Ja, duidelijk. Soort van. Daar zijn de Seekers weer, hoor. Kan ik die ook slopen? Jawel, toch? Ja, kijk. Ik kan die gewoon slopen. Hoppakee. Wegwezen met je zieke Bullet Bill hoofd. Hallo, zieke Bill. Daaronder is een... Oh, kijk. Ik moet hier denk ik langs sliden dan. Zo. Hoppa. Die hebben we binnen. Die hebben we ook binnen. We gaan de poorten weer open. Ik heb het gevoel dat dit een lang level wordt of ik mis een hoop. Oké. Die hebben we alvast te pakken, die 10 munt. Dat is de derde. Zie je wel dat ik iets mis? Ik wist het gewoon. Oh, hier zit ergens het wonderzaadje, denk ik. Oh, die zit erboven. Hoe moet ik die pakken? Oh, kijk. Ja, ik moet ze hier in de grond laten steken en dan moeten ze een keer terug. Vraag me wel een beetje of dat echt zo is trouwens, hoor. Is die niet gewoon iets hier beneden of zo? Ik ga gewoon hier naar beneden. We gaan gewoon. Nee, Mario, we gaan gewoon. Ik zeg toch, we gaan gewoon. Kijk, toch. Zie je wel. Hoppakee. Dan zal hier... Ja, kijk, daar rechts is die. Daar is die. Oké. Deze gaan we pakken. Oh, jongen. Ik wou even doorspringen, maar dat moest helemaal niet. Wat goud. Oh, met hiermee kunnen we gewoon schieten. Oeh, dit is vet. Zijn we er al bijna of... Hallo? Oh, we gaan naar beneden. Waar ben ik? Ik zag mezelf helemaal niet meer. Ik dacht, dit gaat fout. Dat valt mee, gelukkig. We hebben het nog soort van overleefd tot nu toe. Ja, let's go. Wel, ook wel weer vet hoor, dit leveltje. Hartstikke idee, daar is die. Hoppa, ons wonderzaadje. Hartstikke idee. Oké, maar we moeten dus even terug voor nog één teammeetje. Ik denk dat ik weet waar hij ongeveer zit. Hij vindt het knap dat we tot hier zijn gekomen. En hij is er ook blij mee, want nu krijgt hij de kans om ons uit te nodigen voor de beste show ooit. Welkom bij Bowser's Vurige Vuisten Festival. Kom maar op, maat. Kom maar op. Eerst pakken we nog even het volgende teammuntje. En die zit denk ik hier ongeveer. Oké, okay, want dit is een beetje een plek. Ik zat hier al te twijfelen of ik dan hier naar boven kan. Ja, kijk, zie je wel. Ik wist het. Okidokie. Dus Bowser's Vurige Vuisten Festival. Klinkt intens, hoor. Klinkt wel intens. Ik ga niet liegen. Wat gaat er gebeuren? Oh, oké, dat zijn zijn vuisten. Oké, dat is duidelijk. En nu? Oké, dit is een... ja, ik weet niet precies. Ik weet niet precies wat hier gaande is. Laat ik even rustig aan doen. Even chill kijken. Ik bedoel, die andere levels die probeer ik allemaal zo snel uit te spelen. Nu even een keertje rustig aan. Dus even gewoon kijken wat hier allemaal gebeurt. We kunnen hieronder staan. Zo. En dan kunnen we nu door. Ja. Dan gaan we langzaamaan hier omhoog, denk ik. Oké. Okay. Oh, we pompen deze dingen de hele tijd op. Oh, oké. Okay. Ik snap hem. Wee. Oké. Okay. En hoe ga ik dan deze pakken? Ga ik via hem. Noep! Was op zich niet zo heel moeilijk. Als je gewoon ziet wat er gebeurt. En je kan gewoon wachten. En dan kan je gewoon zo. Hop. En dan. Zie je? Zo. Ik zag alleen even niet dat het ding ook naar beneden ging. Oh my god. Ik sprong zeker weer te vroeg nu. Kijk,
heb wel weer... Oh nee, ik wou een reserveolifant pakken. En die hebben we ook. Cool. Moet even snel door. Ja, dat dacht ik alweer. Dat ik weer te snel ging. Die hadden we bijna te pakken. Ik denk dat ik eventjes terug moet voor die. Kunnen we nu springen? En dan kunnen we nu zo de hoogte in. Ja, goed. Even kijken of we hier inderdaad al de buis in moeten. Of dat we... Ja, ik denk het wel. Oké, checkpointje is binnen. Ik zie geen slaande vuisten meer hier, gelukkig. Oké, daar is de bloem. Let's go. Let's pak de bloem. Wat gebeurt er? Oh. Wow. Wow. Het is de grote Mario Show. Wat moeten we doen? Wat is hier de bedoeling van? Moet ik gewoon doorspelen? Ik denk het wel. Ik denk dat ik gewoon moet lopen. We gaan gewoon deze kant op. Deze kan ik pakken. Dat is geen probleem. Die hebben we ook weer te pakken. Nice. En nu? Wat gebeurt hier? Oké. Op jouw hoofd. Doorspringen. Doorspringen. Raken die handel. En nu? Oh my gosh. Ik moest gaan... Dit was vet gemeen. Ik stond te wachten en ik spring opeens en dan gaat het level opeens verder. Wat is dit? Oh, ik vond dit echt heel vals. Oh, jeetje. Ik moet echt heel snel nu omhoog zien te springen. Wordt helemaal kapot geklapt hier. Top. Dank je. Gelukkig helpen die vuisten me ook. Oké, nu nog even het laatste stukje halen. Even pompen en dan hierop. En dan hoppakee. Yes, via dat ding. Het wonderzaadje halen. Ja, hebben we dit level ook gehaald, Bowser. En wat heb je nu te vertellen dan? Kijk, we hebben hier alle wonderzaadjes gehaald. Dat betekent volgens mij dat we nu echt naar het laatste level gaan. Waaah! Ik ga je kasteel in, maat. Zo, jullie hebben mijn vurige vuistenfestival overleefd. Maar denk maar niet dat jullie er al zijn. Want dat was nog maar het voorprogramma. De muziek van het hoofdprogramma zal in de hele wereld weer klinken. En zelfs in het universum. Niemand zal het kunnen weerstaan. Voeten zullen stampen. Hoofden zullen knikken. Iedereen moet meedoen. Dames en heren, het moment is daar voor mijn gigawonder. Bereid u voor op Bowser in Concert. Dus Bowser gaat even een concertje weggeven. Oké. Laat maar zien wat je in petto hebt. Het laatste gevecht. Bowser in Concert. En we beginnen met de Goomba. En Kamek. En Bowser Jr. Ze zijn er gewoon allemaal. Het is uit met de pret. Ik ben kaartje op de eerste rij van papa's grote show. En die ga ik niet missen. Tijd voor mijn super gaaf, extra coole wonder. Oké, wat heb jij dan? Je kan heel hard schreeuwen. Dat is door. Oké, je kan vijanden en dingen allemaal groter maken. Noep. Oké, dus we moeten oppassen voor de vuisten. Het is een automatisch leveltje dit. Hoe moet je dat doen, joh? Ik moet gewoon in één keer hier doorrennen. Oké. Is goed. Ik chill hem hier even, ja? Ik ga even met mijn kont op de grond stampen. Vind ik leuk. Mega Goombas. Wat ziek idee. Oh, die splijten dan ook in meerdere Goombas. Gelukkig heb ik nu een vuurbloem. Dat is wel heel chill. Pap. Lekker. Oké. En hier komt een grote stekelbal aan, zo te zien. Oké, de level wordt gekanteld. Ik kan die stekelbal wel even ontwijken. Ik wil gewoon even hierin gaan. Oh, de stekelbal komt waarschijnlijk terug. Of niet? Wat gebeurt er allemaal, joh? Moet ik dan... Kijk, ik kan zo hierin, toch? Dat is chill. Of was dit niet de bedoeling? Ik heb geen idee. Ik voel me wel redelijk veilig hierin, hoor, moet ik zeggen. Dit level heeft volgens mij voor de rest geen 10 munten en zo. Dus ik moet gewoon dit level overleven. Ik hoef voor de rest nergens op te letten. Hey, daar is de draak weer! Waar gaan we naartoe dan? Let's go, draakie. Dit is mijn mattie. Ik vind dit echt een hele leuke draak. Dan kunnen we hier doen. Zo'n beetje alles wat er tegen zich heen gekomen in elk level komt hier terug, lijkt het wel. Hallo, wonderbloem. Of een super normale bloem. Wow, we zijn opeens in de duisterniswereld. Is dat Bowser? Is dat Bowser? Dit is hem. Oh, dit is gewoon een beeld van Bowser. Gelukkig. Ga weg. Beeld van Bowser. Oh, daar zijn de boomerjes. Echt alles komt er langs. Dit is wel vet. Gewoon de hele game zit in dit level. Ja, daar zijn de... Ik ben fan van hun. Ik wil naar hun concert. Zij zijn cool. Ik vind hun vet. Hallo. Oh, de zingende deuren ook weer. Oh, en de boer is ook weer terug. Nee, ik moet ze allemaal steeds lopen te zingen, joh. Wat een gekkies, joh. Wat een gekkies allemaal. Hou eens even je mond. Wil je even stoppen met zingen? Ik ga je schieten, hè. Ik ga je schieten, meneer Boe. Oh. Ik begin opeens te zweven. Te zweven. Ah, man. Dit is toch wel echt supergoed, jongens. Wee. Ben ik echt al vergekomen? Nou, hè. Gaat goed, hè. Oh, maar straks stop ik met zweven. Oké, ik ga even hierboven, want
Als ik straks stop met zweven, dan wil ik hier boven deze buis zijn. Zijn we er bijna? Oh, we zijn weer buiten. Oké, ja, dan stoppen we inderdaad met zweven. Oh ja, daar zijn de wormpijpjes. Wee! 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 Nice. Ten aanval, oké. Zijn we bijna bij Bowser Bloom? Let's go. Let's go, checkpointje. Oké. 1, 2, 3, spring. 1, 2, 3, spring. Moet ik hierop springen? 1, 2, 3, spring. Oh ja, cool. 1, 2, 3, bam! 1, 2, 3, bam! 1, 2, 3, oh. Dit wordt het. Dit wordt de grote voorstelling van Bowser. Wat heeft hij allemaal voorbereid dan? Holy moly. Kijk hem lachen. Bedankt voor jullie komst en bedankt voor het wachten. Zijn jullie klaar om helemaal op te gaan? Mijn vette beat. Dit meesterwerk zal deze plek op zijn grondvesten doen trillen. Het dak gaat eraf. Het is hoog tijd voor Bowser in concert. Start de muziek. Oké, je hebt daar een knop onder je bek. Die moet ik indrukken. Moet ik nou echt op de beat dit gaan doen? Ja, hè? Ik moet het op de beat gaan doen. Oké, dat wordt lastig. Dat vind ik moeilijk. Content maken op de beat. Wat heb ik wel Just Dance content gemaakt, verdorie. Of hoeft het niet op de beat? 1, 2, 3, beat. 1, 2, 3, beat. Ja, 1, 2, 3, beat. Kijk, hoppakee. 1, 2, 3, beat. Ik wacht nog heel even, want ik weet niet wat er nou allemaal gaat gebeuren. Zal ik die speakers ook kapot moeten maken van 1, 2, 3, beat. Ja, kijk. 1, 2, 3, beat. Hoppa, juist, dat moest. Oké. Oké, dit gaat goed, dit gaat goed. Hij wordt alweer lekker boos. Je mag boos worden hoor, Bowser. Daar gaan we weer. 1, 2, 3, beat. Oh, wat ga je doen? Wat is er? Oh, er komt een extra hand bij. 2, 3, beat. Oké, die is kapot. Deze gaat... Oh, ze gaan nu ons de beurt. Oké. Dat handje beschermt hem nu nog. Ja, wat moet ik nou doen dan? Op de knop. Hoppakee. Oké. Lekker. Kijk, wacht even tot ik hier nu wat kan doen. Ja, lekker. Top. Nog één hand aan deze kant. Lekker. Lekker, Mario. We gaan goed. We gaan goed. Tot nu toe maar één keer geraakt. We hebben hem al heel vaak geraakt. Komt hij weer. Hier. Nu moeten we aan deze kant. Hups. Nog eentje over. Eén hand. Ik ga gewoon die knop indrukken. Hoppakee. Oké, Bowser. Nu komt er zeker nog een hand van je. Ja, dat dacht ik al. Oké. Nu moeten we opletten. Ik kan nu op de blauwe springen. En nu op de roze. Nu weer op de blauwe. Nu op de roze. Oh, dan moet ik wel goed timen. Hoppakee. We hebben die knop te pakken. Hoppa, die hebben we ook. Hop. Oké, ik moet heel even wachten. Oké, let's go. Oh, wat is dit allemaal? Wat is dit allemaal? Nu wordt het wel oprecht spannend. Ik moet hier... Ik wou daar overheen springen. Die hebben we te pakken. Komt dit op tijd? Ja, soort van, maar ik zat wel klem. Er is nog één hand over. Oké, dit moet nu bij die blauwe. Als de blauwe omhoog gaan, dan moet ik die pakken. Top. Kom op. Lekker. Nu die blauwe. Ja, super. Oké, we hebben er al twee te pakken. Ja, top. Oké, dit gaat goed, dit gaat goed. Ja, deze ging soepel. Deze ging heel soepel. Nu moeten we alleen nog even deze knop indrukken. Lekker! Bowser, ben je verslagen? Je hoofd gaat ontploffen, hè, vriend? Oh, dit is de knop op zijn kop. Die moeten we indrukken. Oké, we moeten nu omhoog zien te komen. Eerst maar eens die handen rustig aanpakken, denk ik. Kom maar. Dat die handen in ieder geval niks meer kunnen doen. Oké. Die handen doen sowieso nog niet zoveel. Oh, ze doen wel wat. Oké. Nog heel even wachten. Kom op. Jump! Op zijn hoofd! Lekker! Ja, krijg je hoofdpijn van, hè? Voelt als een kater na een feestje, dit. Ja. Oh.
En nu? Lekker, oké dan. Ja, 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 ja. Ik denk dat we hem klaar hebben. Ik denk dat we Bowser hebben verslagen. Want nu komt alle normale sterren en zo weer in de lucht. En wordt de wereld weer normaal, denk ik. Oh, nee. Of niet? Of niet? Nee! Hij gaat nog door. Of toch niet? Hij wil door, maar hij kan niet. Lekker gedaan, Mario. Wat ziek idee. Weer een Mario game uitgespeeld, jongens. Kijk, kijk, daar is het koningszaadje. Het laatste missende koningszaadje. Daar gaan we. Hij absorbeert al het goede weer in de wereld, hoop ik. En dan wordt het weer een mooie wereld, een mooi kasteel. En dan drijven we Bowser hopelijk uit de wereld. Kijk, kijk, kijk. Prins Florian is ook blij. Dit zijn alle koningszaadjes weer bij elkaar. Ja hoor. De wereld is weer zoals die hoort te zijn. Toch? Ik mag het hopen, hè? Ik mag het hopen dat de wereld weer is zoals die mag zijn en moet zijn. Bowser? Ga je ontploffen? Ja, hij gaat definitief ontploffen. Kijk eens. Het ziet er toch veel beter uit. Oh. Oh, daar is een ster eronder. Kunnen we daar dan ook nog iets gaan doen? Zou er nog extra bonuswerelden zijn? Ik weet natuurlijk dat er ook nog hele moeilijke werelden zijn. Die we nog moeten gaan spelen. Dat gaan we ook nog wel doen, denk ik. Als jullie het leuk vinden, laat het weten in de comments. Want we zijn er weer hoor, met z'n allen. Doen jullie even... Oh, wat gaan jullie doen? Oh, kijk nou, prachtig. Doe je bloemendans even voor mij. Ja, prins Florian, je koninkrijk hier is weer mooi. Yay! Oh, wat? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Oh, oké. Okay. Moeten we nog even iedereen zijn naam kapot maken? Wee! we mogen nog even doorspelen, zo te zien. Oh, hier kunnen we ook nog een record halen. Oké, hier kunnen we ook daadwerkelijk nog iets een score doen. We moeten even alle naampjes aantekenen. Oh, ga eens weg met je rolstaatsen, jongen. Ga eens weg. Opzouten. Ik moet alle namen aantekenen, jongens. Doe eens kalm. Doe eens kalm met die rolstaatsen. Doe rustig aan. Even, we zijn gewoon de ondertitelingen, of de aftitelingen eventjes aan het... aan het bekijken. Al die mooie naampjes. Dank jullie wel voor het maken van deze Mario game. Ik vind het geweldig. Yun Suzuki, Yudai Fukota, Akino Onishi. Dank jullie wel. Oh, wacht even. Er gebeurt nog wat. Kamek met Bowser en Bowser Jr. Ja, Kamek probeert hem natuurlijk weer te redden. Maar Bowser die is best wel een beetje zwaar. Dus hij kan het niet echt tillen zo te zien. Nee, je gaat toch niet weer naar dat kasteel. Je gaat toch niet weer dit doen. Nee, we gaan niet weer dezelfde stap herhalen, hè, Bowser? Oh, zij leefde gewoon in de bergen. Oké, dat kan ik accepteren. Oké, doei! Dit was het dan, Super Mario Bros. Wonder. Ik hoop dat je het vet vond. Doe een duimpje omhoog. En als je van Nintendo houdt en veel meer Nintendo games wil zien, abonneer dan. Als je dat nog niet gedaan hebt.